De bouwwerken aan de bypass zijn begonnen. En hier tussen komt die tijdelijke ring die we nodig hebben om het viaduct af te breken, dus te liggen. In eerste instantie gaan ze de bypass realiseren die tussen het huidige viaduct zit en onze gevel. Onze hele operationele hart. En tot voor kort ook brengen wij al onze bezoekers voor zowel Lotto Arena als Sportpaleis door die zone naar de ingang van de zaal. De impact is dus gigantisch. En ook bij de omwonenden is er impact. Als de brug gaat verdwijnen, dat is een beeld dat wij niet kennen. Dat is totaal nieuw voor ons. Ik verwacht van Landis dat ze de bewoners goed informeren over de werken. Dat doen we inderdaad. En voor de autobestuurder nog even deze informatie. Vanaf midden maart moet het verkeer richting Noord op één rijstrook minder. Een gewaarschuwd man of vrouw, je kent het wel. Omdat het toch om een mijlpaal gaat voor Oosterweel, ging de start van de werken niet zomaar onopgemerkt voorbij. Door de bypass kunnen we het viaduct afbreken en kunnen we ervoor zorgen dat eindelijk deze omgeving transformeert tot een park voor mensen. En ook bedrijfsleiders informeren we. Goedemiddag allemaal. Deze keer van de bedrijven aan de Kanaalzone en Schijnpoort. Ze kregen informatie over de impact van de werken in hun buurt. Ik vind zo'n infomoment heel belangrijk, omdat uiteindelijk wij kunnen er dan op inspelen. Wij kunnen ons mensen eventueel alternatieve routes aanbieden. Dus kunnen komen werken. Er verandert wel het een en ander op de Oosterweelwerf. Zo hebben we ook de vaartkaai in Merksem volledig afgesloten voor alle verkeer. Omdat die vaartkaai zelf een werfzone wordt. Er is een plaatselijke omleiding voor de auto's. De fietsers die kunnen de fietsbrug nog wel blijven gebruiken. Alleen is de aanrijhelling om de brug op te raken wat verplaatst. Nee, dit is geen science fiction. Dit zijn beelden die we maken om later af te spelen in een virtual reality omgeving. En die later, dat is op 16 maart tijdens de ringdag van de grote verbinding in het Antwerps provinciehuis. Je kan er dan 1 kilometer van dit in totaal 3,5 kilometer lange fietspad richting haven affietsen, zonder hier effectief geweest te zijn. Wist je trouwens dat we vorig jaar zomaar eventjes 9 van dit soort nieuwe fietspaden hebben aangelegd? Nog meer science fiction op zaterdag 23 en zondag 24 maart tijdens het FTI Slotfestival in het Sportpaleis. FTI staat voor Flanders Technology and Innovation en de Oosterweelverbinding is er ook. Tickets en info via onze website. Grote verrassing voor de leerlingen van Toverbos in Braschaat, want zij kregen te horen dat ze de scholenwedstrijd van Oosterweel gewonnen hebben. Deze school heeft net als 300 andere Antwerpse scholen een lespakket ontvangen over de Oosterweelwerken en meteen maken we ze via dat lessenpakket ook warm voor stemonderwijs. En die prijs... Jullie hebben gewonnen een werkbezoek. Antwerp in Belgium. Een wereldwijd YouTube-kanaal over de bouw met meer dan 3 miljoen volgers heeft een uitzending gemaakt over Oosterweel. En 1 miljoen mensen hebben al gekeken. As always guys, if you enjoyed this video and you want to get more... De hele uitzending vind je via onze website. De moeite om te kijken. Tot volgende keer.